Ik ga dus in half mei ga ik met pensioen. Mm-hmm. En dan ga ik verhuizen naar Hannover in Duitsland. Oh, zo. Ja. Ik heb zin in de grote stad. Ja. Ook over de grens? Ja, vanwege mijn talenkennis. Oh, ja, okay. Ik wil mijn talenkennis graag versterken. Dus ja. Ik kan nu voldoende Duits om het te redden, maar ik vind het wel leuk om het nog beter te kunnen. En ik wil graag naar een grote stad om. Ik wil bijvoorbeeld een abonnement op de dierentuin. Als je hier naar de dierentuin wil, dan moet je een hele dag plannen naar Antwerpen. Nou, eer dat je daar eens bent, en dan ga je niet na drie kwartier zeggen: nou, ik heb wel geen zin, ik ga weer terug. Mm-hmm. Maar als je een abonnement hebt, dan kun je zeggen: ik doe vandaag alleen maar de reptielen. Ja. En dan, als je de reptielen gezien hebt of je hebt de apen gezien, dan ga je weer weg en dan kom je een paar weken later weer eens terug. Mm-hmm. Dus dat lijkt me zo ideaal. Ja. Het voordeel van Hannover is dat het aan de rechtstreekse spoorlijn ligt van Berlijn naar Amsterdam. En ook om hier te komen kan ik in Deventer overstappen en dan kan ik, als ik de aansluiting in Roosendaal niet mis, kan ik snel, kan ik in 6 uur van Hannover in Goes zijn. Mm-hmm. Maar goed. Daar gaat het nu niet over. Jullie zijn gekomen om de bijzondere collecties te zien. Deze twee delen, dat zijn fotoboeken die samengesteld zijn door onze collega Wim van Borsel, jou wel bekend. Daar ben ik heel blij dat ik deze vitrine gekregen heb. Ook een heel oud boek. Alle vreemde talen staan daar in de hoek. Je ziet hier ook een grote afdeling muziek. De bladen zijn uit 1728, dus ze moeten na 1728 ingevoegd zijn. We hebben al eens gehad dat iemand heeft zitten knippen. En om daar dus op toe te zien, om dat te voorkomen, of dat op tijdig te onderscheppen in ieder geval, wordt het exemplaar dus gewogen, komt een bonnetje hieruit en dan, als het ingenomen wordt, wegen we het opnieuw. En als er dan een te groot verschil is, dan is er een probleem. En die heeft zijn hele literaire archief dus aan de ZB nagelaten. In die archiefdozen, die bruine archiefdozen die overal staan, daar zit heel veel archiefmateriaal in. Dat zijn heel veel brieven vooral. Het meest waardevolle vind ik van de collectie Hans Warren zijn zijn correspondenties met andere schrijvers. Het magazijn wordt goed beheerd, goed bezet. Ze zitten hier al voor 11 uur. Hoor. Kijk, ik zei net boven dat het magazijn open is van 11 uur tot 5 uur. Tenminste voor het publiek dan, maar ja, zij komen hier al om 9 uur of zoiets. En, ze hebben werk genoeg. Gewone uitleenbare boeken die naar boven gaan, die gaan hierin. Op de eerste verdieping kunnen de mensen het er zelf uithalen. Maar bijzondere collecties gaan hierin. Dat kan niet, de mensen kunnen er niet bij. Dus dan hebben we hier een sleutel. Dan stoppen we het bijzondere materiaal hierin. Poppetje gezien gaat het dicht. Gaat het weer dicht. Wordt het naar boven gestuurd. Telefoontje naar de medewerker aan de balie op de eerste verdieping. En die haalt het, heeft ook een sleutel. En die haalt het er daar weer uit. Dat er nog eens een keer oorlog komt. En er komt weer brand of er komen weer bommen, zijn de bijzondere collecties in een bunker ondergebracht. Ja. Dat was natuurlijk, dit is gebouwd in 1985, dat was met de kennis, militaire kennis van toen. Ja. Ik denk dat in de afgelopen 40 jaar dat de oorlogsindustrie wel wat vorderingen gemaakt heeft om dat op die manier te zeggen. En dat ze dus tegenwoordig bommen hebben waarbij dit gewoon uit elkaar spreekt. Spat, maar goed. Het is een bunker. Verwacht ik of je al op vakantie in Zuid-Europa wel eens in een kloosterbibliotheek geweest bent. We hebben allemaal engeltjes en bazijntjes en bloemetjes enzovoort. Dat is hier niet het geval. Het is een saaie bunker. Ja, we zijn voorbereid. Ja, is dat de bedoeldheid? Ja, ik denk ook gewoon. Kijk, zoals ik al zei, dat linnen. Dat is een natuurproduct. Ja. En ik denk, ik ruik het al lang niet meer. Ik ben zo gewend. Mensen die binnenkomen merken het meteen. Dat de luchtvochtigheid anders is, dat de temperatuur anders is, dat het ook anders ruikt. Ja, maar ik ben dat zelf zo gewend dat ik het niet meer weet. Kijk, je ziet, deze hebben in de brand gelegen. Of althans niet in de vlammen, maar die waren wel aanwezig in de provinciale bibliotheek toen het bombardement plaatsvond.